is Michelin, de culinaire band met Brabant. En het onderwerp is eigenlijk erop uitgaan. Dus wat beweegt Brabanders is bij ons erop uitgaan. En waar gaan we dan op uit? Naar hopelijk een restaurant met een Michelinster. De meeste mensen denken bij Michelin aan banden. Nou, misschien als je hier ook kunt zien, komen die ook altijd wel terug. Maar ook als je Michelinster denkt, dan denk je ook aan bepaalde luxe. Kan ik daar wel naartoe? Heb ik daar wel de juiste kleren voor? Heb ik het geld er wel voor? Maar ja, toch trekt het. En toch gaan er heel veel mensen naartoe. Hier in Hees ook met de BK. Gaan mensen toch gewoon mooi naartoe. En dat is dus erop uitgaan. Dus een andere manier van in bewegen. Dus bij Michelin zou je aan banden denken. En ja, banden en auto's en dat soort zaken. Nee, we hebben gekozen om culinaire band te doen. Wil je zeggen dat we dan ook heel veel voedsel op de wagen gaan zien? Nou, je gaat van alles zien. Hè. Dus de keukens moeten tot leven komen, om het zo maar te zeggen. De diverse keukens. En onze chef-kok, die hopen we dat we daar een geweldig minuutje uit kan toveren met zijn sous-chefs. En dat is hetgene waar we ook het publiek aan gaan bieden. En hoe dat we dat gaan doen, ja, daar is natuurlijk iets voor tijdens de optocht. Ik zag wel al twee schitterende leeuwen, helemaal voorzien van stukken banden. Ja, we hebben natuurlijk ook de link met Michelin, die moeten we niet vergeten. In 1930 in Nederland begonnen, in Den Bosch. Dus dat is onze link ook met Den Bosch, Michelin. En ja, die autobanden moeten terugkomen. En daar doen wij recycling, duurzaamheid, nostalgie. Terug in de jaren 30. En ja, de leeuwen staat natuurlijk voor Brabant. Dus typische Bourgondisch kunnen we niet zijn. Nou. Keurig ingevuld. Ja, dacht ik ook. Heerlijk. Sam, jij zit dus bij BZ&T. Ja. En jij bent een beetje de bestuurslid, de voorzitter voor de kinderparade, begreep ik net. Nou ja, niet heel erg, maar ik zit wel in het jeugdbestuur, dus ik doe wel mee overleggen, zeg maar. Dus ik heb wel wat mee te inzeggen, maar niet zoveel. Maar hoe belangrijk vind jij de kinderparade? Ja, ik denk wel dat die belangrijk is, want die moet wel. Kijk, de kinderen, de meeste kleine kinderen, kunnen natuurlijk niet heel veel doen voor de grote wagen, want zagen en zo, dan mogen ze niet echt heel veel. En ik denk dat ze met de kinderparade wel veel ervaring kunnen opdoen, zodat ze later wel mee kunnen met de grotere ervaring. Ja, de jeugd heeft de toekomst, zeggen we dan, hè? Ja, ja. Doen jullie met veel kinderen mee? Volgens mij wel. Volgens mij hebben we een stuk of 15 die er meelopen. En iemand die bestuurt, die rijdt natuurlijk. En ik loop zelf langs de wagen, dus ja, om de wagen te begeleiden een beetje. En de grote optocht zelf? Heb je al vaker meegedaan? Ja, volgens mij wordt dit mijn zesde jaar dat ik meedoe met BZ&T. Dus ja, ik heb er wel veel zin in. En wat zeg je tegen iemand die zegt, oh Brabantse dag, oh hij is aan carnavalsoptocht of zoiets? Nou, dan wat is jouw weerwoord? Nou, meestal word ik boos. Ja, echt hè? Carnavalsoptocht. Ik zeg meestal, ja, je moet het eerst meemaken en dan mag je eigenlijk pas oordelen. Ja, precies. Het is gewoon geen carnaval. Maar hoe omschrijf je het in een paar woorden? Ja, ik denk... Een groot spektakel waar iedereen in zijn rol zit en iedereen even zich kan inleveren in iets anders dan in zichzelf. Dus eerder maar gewoon voor 2 uur lang gewoon helemaal, vermaak. Ja, dat je gewoon helemaal weg bent. Dus je bent ineens iemand anders. Ja, en ik denk ook wat buitenstaanders heel vaak niet in de gaten hebben. Het is niet alleen het talent voor het bouwen en voor het acteren, maar de kleding wordt zelf gemaakt, ontwerpcommissie. Hoe zit het bij BZ&T met commissies en taken? Nou, ik denk, bij BZ&T heb je wel echt veel commissie. Je hebt natuurlijk kledingcommissies, en bouwcommissie, jeugdcommissie hebben we ook, bestuur. En ja, iedereen heeft zeg maar zijn eigen taak. Meestal was het bij ons wel niets moet, alles mag. Ja. Alleen toch, we hebben wel heel veel handen nodig. Dus het is eigenlijk wel dat we een beetje aangestuurd moeten worden door de grotere, zodat we wel het goed doen, zeg maar. Uiteindelijk moet er wel een wagen op de weg. Ja, precies. Dus als er maar een paar mensen komen, dan heb je natuurlijk, dan kan je wel een wagen maken, maar natuurlijk niet zo groot als dat je echt heel veel animo hebt dat er elke keer heel veel mensen zijn op de bouwplaats. Ah, ja. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Wij rijden nu naar Torensnest, de parkeerplaats. Daar zegt natuurlijk iets, opstelling van de kinderparade. Die is in het leven geroepen bij de 60ste. Wat gaan jullie dit jaar neerzetten met de kinderen?
Nou, thema van onze grote wagen is natuurlijk Michelin. Van, de autobahn en natuurlijk het culinaire gedeelte. Ja. Dus wij hadden het idee om een grote Michelin-gids te maken. Dus maar een heel groot boek. Ja. En op dat boek staat in het midden een Michelin-poppetje. Twee. En er zit een auto op die wagen, want die rijdt natuurlijk. Iedereen wil met de auto natuurlijk naar die Michelin-restaurant. Ja. En dan de boek, ja, als je aankomt, zeg maar, zie je het boek en dan die auto. En dan heb je aan de andere kant een keuken staan waar de kok staat. En dan heb je een trap en daar lopen dan alle kleinere kinderen als obers rond. En die gaan dan naar de kok en de kok die is het eten aan het bereiden. En dan, oh, okay. Dan de obers het rond. Dus het is echt de link met de volwassenwagen, zo gezegd. Ja. Waar zijn er nog meer dingetjes waarvan je zegt, voor jouzelf of voor jullie groep of voor misschien de inwoners, dat hoort echt bij de Brabantse dag en dat vind ik helemaal geweldig of bijzonder? Of... Ik denk het feesten, want een Brabantse dag zonder feest is geen Brabantse dag. Is geen Brabantse dag? Nee. Nee, ja, ik weet niet, gewoon de gezelligheid eromheen met de Brabantse dag. Weet je wel, voor de wagen zat een beetje spanning tussen iedereen, weet je wel, ja, hoe gaat het bij jullie? En uiteindelijk als die optocht voorbij is, is iedereen weer samen één en is één grote gezelligheid. Ja, het brengt absoluut samenhorigheid natuurlijk. Ja, absoluut. Jullie hebben een mooie verdeling denk ik qua leeftijd binnen de groep. Ja. Is het voor jullie dan, voor iemand van jouw leeftijd, ook heel leuk om dan met jouw eigen leeftijdsgenoten van alles te ondernemen binnen de groep? Ja, dat vind ik wel leuk aan BSTT. We hebben heel veel jeugd en wij worden ook steeds ouder. Dus we kunnen natuurlijk steeds meer zelf bedenken en maken. Mm-hmm. Ik heb veel vrienden bij de groep. Dus zeg maar, vanuit BSTT is gewoon een vriendengroep ontstaan. En we zijn gewoon, iedereen mag elkaar en iedereen het uitpeuken. Ja. De sticker van BZNT. Aan jou de eer, links of rechts? Rechts, schuin. Ik kan meteen een plekje wegwerken, Sam.